Goedemorgen allemaal. Hebben jullie het ook zo koud? Oh, ik heb het zo... Het heeft gesneeuwd. Weet je wat? Ik doe even de dagen van de week en dan ga ik hier naar de sneeuw kijken. Oh, het is zo koud. Welke dag zou het nou zijn vandaag? We gaan zingen en daarna ga ik stoppen bij de ster. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen van de week. Tel maar mee zodat je het weet. Maandag. Hey, stoppen bij de sterren. We gaan ook nog een keer het versje doen. Op maandag zwaai ik naar de maan. Op dinsdag zie ik de dino gaan. Woensdag gaat van woef, woef, hond. Donderdag gaat er donder rond. Vrijdag mag mijn vriendje komen. En op zaterdag zaag ik onder bomen. En op zondag lig ik in de zon. Nou, nu niet trouwens. Wat is het koud? Oh, welke dag is het? Maandag. Wat goed. Maandag is het vandaag. En wat is het koud. En het sneeuw, het heeft gesneeuwd. Moet je kijken wat een mooi, wit het hier is. Oh, sneeuwballen. Woehoe. En nog een sneeuwbal. Woehoe. Sneeuwballen. Woehoe. Hey, er ligt hier nog iets. Onder de sneeuw. Het maakt geen geluid. Ik ruik niks bijzonders. Ik ga het eens uitpakken. Wat zou er in zitten? Oh, ik geloof dat jullie het al wisten. Het is een boek. Kijk eens even. Een boek. En dat zien we op de voorkant. Ik zie kikker op de voorkant. Met een kikker. Door de sneeuw. Hij ziet er ook een beetje koud uit, net als ik. En hij heeft een sjaal op. En het sneeuwt. Het is donker. En het boek heet Kikker in de Kou. Daar gaan we het over hebben de komende tijd. Kikker in de Kou. Ik ga een klein stukje lezen. Helemaal wit. Kikker in de Kou. Op een ochtend, toen Kikker wakker werd, merkte hij meteen dat er iets veranderd was in de wereld. Hij sprong uit bed en liep naar het raam. Tot zijn verwondering zag hij dat alles wit was. Alles wit. Rook uit de schoorsteen. Alles wit. Verbaasd rende hij naar buiten. Er lag overal sneeuw, net als hier. Het was heel glad en voor hij het wist, gleed hij van de oever naar beneden. Zo, het water in. Het water in? Het water was bevroren en daar lag Kikker op het harde, koude ijs. Hoe moet ik me nou wassen als er geen water meer is? Dacht Kikker geschrokken. Hoe komt dat nou dat er sneeuw is en dat er ijs ligt? Beren van de kou, net als ik, zat Kikker op de oever. Daar kwam Eend aangeschaatst. Hey, hallo Kikker, riep ze vrolijk. Lekker weertje vandaag. Ga je mee schaatsen? Nee, zei Kikker somber. Ik heb het koud. Maar schaatsen is gezond, zei Eend. Kom mee, ik zal het je leren. Tot hier. Hoe kan het nou? Dat het overal wit is en dat er ijs ligt. Hoe zou dat nou komen? Heel goed, dat komt omdat het winter is. Het is winter
Bij ons is het winter en bij Kikker is het winter. En daarom heeft Kikker het zo koud. Nou, en wat merkt Kikker als hij 's morgens wakker wordt? Wat merkt hij dan? Even terugkijken. Oh ja, hij merkt dat het helemaal veranderd is, de wereld. En wat is er ook alweer gebeurd met het water? Ja, het is bevroren. Het is ijs geworden. Hij kan er niet meer mee wassen. Hoe voelt Kikker zich als hij op de oever zit? Hij is niet blij. Hij heeft het koud. Bibberend van de kou zit hij daar. En wie komt hij als eerste tegen als hij naar buiten gaat? Komt hier al iemand tegen? Nou, dan slaat ik weer wat. Oh ja, eend komt hij als eerste tegen. En eend, die was aan het schaatsen. Wat vind jij eigenlijk van de winter? Hou je ervan? Of niet? En waarom hou je er dan niet van? Vind je het te koud? Of vind je het juist leuk als het gaat sneeuwen en als er ijs is? Nou, ik vind het ook wel heel koud hoor. Maar als er sneeuw ligt, vind ik dat toch ook wel leuk. Sneeuwballen gooien, nog een sneeuwpop maken. Oké. Wij gaan het hebben over Kikker in de kou. En wat gaan jullie doen? Jullie gaan een hele mooie kikker maken. Een kikker op een wc-rol. In je pakketje zit een knutselopdracht. En daar staat precies op hoe je het moet gaan maken en wat je nodig hebt. Zoek eerst maar eens een lege wc-rol. Oké, ik zie jullie graag weer om 10:00. Doei doei!